Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een stoel in elkaar zet video. Zoals jullie weten is mijn nieuwe sponsor, of nou ja, is het nieuw? Het is niet helemaal nieuw, het is weer opnieuw, kunnen we zeggen. Mijn opnieuw sponsor, dat is Trust Gaming. En uiteraard hebben zij ook stoelen in hun assortiment. Op dit moment zit ik op de stoel, maar voordat ik hem ga revealen, ga ik hem in elkaar zetten. En dat heb ik opgenomen. Ik heb er 3 kwartier over gedaan om deze stoel in elkaar te zetten. De vorige keer dat ik het deed, deed ik het samen met Trust om een uitlegvideo te maken hoe je dit in elkaar zet. Het is echt heel makkelijk. Die video die kun je nog online vinden. Ik zal ergens hier een pop-up of linkje maken, zodat je die video ook kan zien als je mijn toelichting bij het in elkaar zetten van de stoel wil. Maar voor nu heb ik gewoon een versnelde 3 kwartier voor jullie, waarin ik deze stoel in elkaar zet. Enjoy! En dat is die. Hier is de stoel. Tata! Ik heb nog wat shots gemaakt
van de stoel in zijn algeheelheid. Ik doe even dit jasje eroverheen. En dat is eigenlijk om Nagini proof te maken. Zoals jullie zagen bij mijn oude stoel heeft Nagini hem helemaal aan flarden gekrapt. Of nou ja, niet aan flarden, maar wel helemaal allemaal gaten erin. En dat wil ik toch wel bij deze stoel voorkomen. Deze stoel heeft wat meer stof dan leer. Dus ik hoop dat Nagini dan minder met haar nagels het open... Dat gaat ook minder makkelijk open met die nageltjes. Dus ik hoop dat deze stoel het gewoon wat langer overleeft dan mijn vorige stoel. Ik heb nu 2 gamestoelen in mijn huis. Eentje is helemaal kapot, dus die kan ik niet verkopen of zo. Maar mocht je hem graag willen hebben, laat het me weten. Hij is gratis op te halen. En dan... ga ik voortaan op deze prachtige stoel zitten. Ik ben er heel blij mee, dus ik wil zeggen dankjewel Trust. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren als dit de eerste keer is dat je op mijn kanaal bent. Dankjewel en tot de volgende keer.